Zie je! 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Hey! Hallo! Kijk eens wat ik op de grond vond. Dat is lekker. Zo'n snoephartje. Heerlijk. Maar weet je wat gek is? Er ligt hier niet één. Er liggen hier een heleboel. Ik zal het zo laten zien. Maar allereerst natuurlijk welkom bij deze Xia-aflevering over het spoor van liefde. En nou, dat is natuurlijk wel heel erg letterlijk, dat spoor van liefde. Het loopt hier dwars door de kamer. Ik ben echt benieuwd waar het naartoe gaat. Ik zal het jullie zo laten zien. Allereerst laat ik jullie nog even de poster zien. Ik hoop dat jullie die allemaal intussen hebben gekregen. Er zijn al twee vakjes open van twee zondagen. En nu is de derde zondag aan de beurt. Nou ja, ik ga het vakje nog niet openmaken. Dat komt straks wel, bij het Bijbelverhaal. Maar ik heb dus dat hele spoor. Moet je eens kijken. Even zien of jullie het kunnen zien. Ja, daar. Kijk dan. Het gaat helemaal die kant op. Hé, zullen we het gaan volgen? Ja, weet je, het lukt een beetje moeilijk zo op mijn laptop. Dus ik moet jullie even meenemen op mijn telefoon. Dus ik moet jullie even overzetten. Komt u hoor. Moment. En... nou, daar ben ik op mijn laptop. En dan is hier dat spoor. Dan gaan we die volgen. Ik ben heel benieuwd waar het naartoe leidt. Wie dat neergelegd heeft en waarom. Kijk, het gaat door de hele kamer heen. Nou, lekker al die hartjes. Ik straks ook altijd om te eten. Nou, dan gaat naar de keuken. Even kijken hoor. Ik ben heel benieuwd. Hé, daar lijkt het te stoppen. Oh, hier ligt wat. Kijk. Oh, wat geweldig. Dit aanrecht van morgen. Stond het aanrecht nog helemaal vol met allemaal... allemaal borden en bekers en iemand heeft het voor me opgeruimd. Wat lief. Ha. Nou, dat is echt lief. Wie zou dat nou gedaan hebben? Hé, hey. Daar ligt ook. Het spoor gaat hier verder. Even kijken hoor, ga naar boven. Sorry jongens, het is een beetje donker. Maar hier loopt ook nog wat. Wat zou dat dan zijn? Even kijken hoor, hier naar de kamer. Wat is dit dan? Oh, mijn was. Helemaal opgevouwen. Oh, en de hartjes. Nou, dit is echt lief zeg. Wat verschrikkelijk lief. Nou, dat is wel verschrikkelijk lief van diegene. Moet ik vanavond maar eens eventjes navragen wie dat gedaan heeft. Hé, hey, dit was handig om te vinden met zo'n spoor. Zo'n spoor van snoephartjes. Ook lekker. Heb ik nog wat te eten. Maar de weg vinden is niet altijd gemakkelijk. En daar weet onze gast van de week alles van. Zij gebruikt wel een heel handig hulpmiddel. Zo'n tom-tom, weet je wel? We gaan eens even kijken hoe zij de weg vindt. Kijk je mee? Eet ik een hartje. Zo. Oh, mondkapje. En mijn bril. Hè? Jezus. Ja hoor, die vergeet ook altijd wel wat. Chaos. Oh, nou, dat vergeet ik nu altijd. Even kijken. Ja. Even intoetsen. Merelstraat. Nummer 28. Nou. Spannend. Nou ja. Moet maar gewoon gaan doen. Die dit transport heeft gegeven. Hi. Even kijken, heb ik dan nu alles? Bril, mondkapje. Ja.
Ja, kunnen we nu dan eindelijk gaan? Wat? Gek, het leek net of ik een stem hoorde. Oeh, spannend. Ja. Goed. Ik zie het allemaal niet zo goed. Ja. Ja, wel. Dat gaat wel. Ja. Kijk. Rij in noordwestelijke richting naar de Kastanjelaan. Rij in noordwestelijke richting naar de Kastanjelaan. Ja. Ik weet het. Ik moet er eerst even keren, joh. Zei ik het. Sla linksaf om op de Kastanjelaan te blijven. Sla linksaf om op de Kastanjelaan te blijven. Sla linksaf. Ja, ik weet het. Links. Ik moet die mevrouw voor laten gaan. Ja, doet u maar hoor. Linksaf. Oké. Weg vervolgen om op Kastanjelaan te blijven. Sla rechtsaf naar de Beukenlaan. Oké. Sla rechtsaf. Rechts. Rechts. Ja. Even kijken. Sla linksaf naar de Meidoornstraat. Hier links? Sla linksaf. Nee. Nee, ik ga de volgende links. Dat sla linksaf. Keer hier om. Keer hier om, dove kwartel. Wat? Kan jij praten? Ja, natuurlijk kan ik praten. Wacht even. Kan jij praten? Ja, dat hoor je toch? Kan jij mij zien? Ja. Ik kan je zien, met je blauwe jas en je afzakbril. Ja, heel goed zelfs. Maar jij ziet mij niet. Tenminste, je luistert niet. Je luistert niet. Oké? Helemaal niet oké. Je luistert eigenlijk nooit, toch? Nee, ja. Niet altijd. Niet altijd. Niet altijd? Zeg maar gerust, bijna nooit. Terwijl ik zulke mooie routes voor je bedenk. Ja, soms... Soms weet ik het gewoon beter. Of zie ik een leuk weggetje. Ja, maar dan luister je dus niet. Dan kan ik het toch net zo goed niet zijn. Hoe denk je dat het van mij is? Echt niet leuk hoor. Je bedankt me ook nooit. Weet je wel hoeveel werk het is om zo'n route uit te stippelen? Ik doe zo mijn best. Zo had ik het nog nooit bekeken. Nou, maar zo zit het wel. Je bent gewoon helemaal niet blij met me. Ja, ik ben wel heel blij met jou. Echt? Joh, ik wist het helemaal niet. Weet je wat? Nou? Weet je wat? Ja? Van nu tot aan de Rozenstraat doe ik precies wat jij zegt. En als we er zijn, ga ik je enorm bedanken. Oké? Nou, sorry, mijn bril zakt een beetje af. Goed, zegt u het maar. Linksaf naar de Lindenstraat. Linksaf! Nou,
Dat was wel een hele bijzondere tomtom, hè? Ik hoop niet dat jullie zo'n tomtom in je auto hebben. Maar ze luisterden uiteindelijk wel naar zijn aanwijzingen die hij gaf over de weg. Nou, daar gaan wij ook even een spelletje mee doen. Met luisteren naar aanwijzingen. Het spelletje gaat als volgt. Ik zeg bijvoorbeeld, tomtom zegt linksaf. Als ik zeg tomtom zegt linksaf, dan ga je zo naar links staan. Als ik zeg tomtom zegt rechtsaf, dan ga je zo naar rechts staan. Zeg ik tomtom stop, dan doe je dit van stoppen. Ik kan ook onder een brug door, dan zeg ik tomtom brug. En dan gaat de tomtom zo onder de brug door en zak je eventjes door je knieën. En ik kan natuurlijk zeggen tomtom zegt omkeren. En dan is het een rondje draaien. Maar als ik zeg linksaf zonder tomtom zegt linksaf, dan mag je niet zo gaan staan, want dan ben je af. Ja, ik moet er wel voor hebben gezegd tomtom zegt linksaf of rechtsaf. Dan mag je bewegen. Ik kan het ook verkeerd doen. Ik kan ook zeggen tomtom zegt linksaf en dan doe ik dit. Ja, dat moet je niet doen, want je moet doen wat tomtom zegt. Dus dan doen jullie die kant op. Ja? Oké, nou. Kijken of het lukt. Goed opletten. Ik kan het zelf dus verkeerd voordoen. Jullie moeten heel goed luisteren en de juiste weg volgen die de tomtom zegt. Komt-ie. Tomtom zegt linksaf. Tomtom zegt rechtsaf. Tomtom zegt linksaf. En rechtsaf. Ze gingen nu een paar de andere kant op. Ik had geen tomtom zegt ervoor gezegd, hè? Dan was je af geweest. Nou, nu mag je gewoon natuurlijk nog meedoen. Oké, komt-ie. Ga best snel. Let goed op. Tomtom zegt stop. Tomtom zegt omkeren. En omkeren. Niet omgekeerd. Nee? Oh, heel goed. Want tomtom zei niet nog een keer, hè? Oké. Tomtom zegt rechts. Niet ingetrapt? Oké. Tomtom zegt links. Andere kant was het, hè? Oké. Tomtom zegt links. Weer de andere kant, hè? Ja, heel goed. Tomtom zegt omkeren. Tomtom zegt brug. Tomtom zegt brug. Tomtom zegt stop. Tomtom zegt omkeren. Stop. Was je erin getrapt? Ja, ik zie er een paar toch dit doen, hè? Ja, nee, dat mocht niet. Nee, want niet tomtom zegt. Ja, alleen als tomtom zegt. Nou, komt-ie. Gewoon meedoen hoor, ook al was je af. Gewoon blijf meedoen. Komt-ie. Oké, gaan we. En we gaan weer linksaf. Nee, hè? Oké. Tomtom zegt linksaf. Tomtom zegt rechtsaf. Tomtom zegt linksaf. Tomtom zegt stop. Tomtom zegt onder de brug. Tomtom zegt omkeren. Omkeren. Nou, hey, dit spelletje is best wel lastig zo, vanaf een computer, vanaf de televisie. Maar misschien kun je dit spelletje ook wel doen met de mensen van je gezin. En kijken of zij erin trappen. De weg volgen, daar gaat het over, deze xie. En ik had beloofd dat ik met het Bijbelverhaal het derde vakje zou openen. Nou, dat gaan we doen. Kom even mee. Pak ik het er even bij. Zo. Het derde vakje. Oké. Ik zet jullie weer even neer hier. Zo. Hier over gaat het met het derde Bijbelverhaal. Ik ben benieuwd wat er achter staat. Ik ga het naar boven open. Het is Jezus aan de maaltijd. En hij praat met zijn leerlingen. Weet je wat? Kijk maar mee en luister maar mee naar het Bijbelverhaal wat verteld wordt door Susanne. Het was donker geworden in Jeruzalem. De mensen zaten zich te goed te doen aan heerlijk eten tijdens de sedermaaltijd, de eerste avond van de Pesachweek die was begonnen. Ook wij waren heerlijk aan het eten in de bovenkamer die speciaal voor ons was klaargemaakt.
Judas was even tevoren weggegaan, dus we waren nog maar met 11 discipelen over. Misschien moest hij nog iets regelen voor de Pesachweek. We waren wat duf en verzadigd van dat heerlijke eten en de heerlijke wijn. En Jezus had daar bijzondere dingen over gezegd vanavond. Heel bijzondere dingen. Misschien was het waar wat ze in de stad zeiden. En zou er deze week iets heel bijzonders gaan gebeuren tijdens Pesach. Normaal gesproken vierden we altijd dat we bevrijd waren door God uit Egypte. Misschien zouden we deze week door Jezus bevrijd worden van de Romeinen. Ten slotte had hij al die maanden steeds gezegd dat hij de verlosser is. Zou het dan misschien gebeuren deze week? Oh, wat hoopten we dat zo. Maar Jezus zag er moe en verdrietig uit deze avond en leek alleszins van plan om strijd te gaan leveren met de Romeinen. Hij zei: "Wees niet bang. Vertrouw op God en vertrouw ook op mij. In het huis van mijn vader is plaats voor heel veel mensen en ik ga daarheen om kamers voor te bereiden. Daar mag je op vertrouwen, want ik heb gezegd dat ik wegga om voor jullie een plaats klaar te maken. En als ik voor jullie een plaats klaargemaakt heb, kom ik terug. Dan neem ik jullie mee en dan zullen jullie bij mij zijn. En jullie weten langs welke weg ik zal gaan." Maar Thomas zei: "Heer, we weten niet eens waar u heen gaat. Hoe kunnen we dan weten langs welke weg u gaat?" Jezus zei: "Ik ben de weg. En bij mij is de waarheid. En bij mij is het leven." Je kunt alleen bij de Vader komen als je in mij gelooft. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook de Vader kennen. Ja, jullie kennen hem al, want jullie hebben hem gezien. Wat een mooi verhaal was dit weer. Zo mooi in Lego. Prachtig. Je kunt op weg zijn. In de auto, zoals we zagen bij die mevrouw met de tomtom. Maar je kunt ook op weg zijn op het water. En Annegriet, die is nu op het water. En zij neemt ons mee in het gebedsmoment. Kijk en luister je mee? Hey, ik zie je fans. Ja, je ziet het, ik ben weer aan boord op het schip. Sommige kinderen die weten dat wel. In de vakantie dan vaar ik altijd. En ik ben weer gevraagd om het gebedsfilmpje op te nemen. Nou, let op, want deze keer gaan we een gebedstour doen door het huis. En dan denk je misschien, wat is dat? Nou, voor die gebedstour kan je een A4'tje downloaden op de site met twee gevouwen handjes. Die kun je dan uitknippen en die kun je, als je door je huis loopt, op verschillende punten neerleggen, zodat je elke keer als je daar langs loopt, ziet dat je daarvoor kan bidden of voor kan danken. Je kunt er weer van alles voor verzinnen. Let op, ik heb vandaag al eventjes wat handjes neergelegd. Bijvoorbeeld hier. Ik ben lekker aan het koken. Ik weet niet wat jij eet vandaag, maar wij eten lekker Fami. En wij zijn heel dankbaar dat we elke dag een bord met eten hebben. En daarom heb ik een handje daar neergelegd. En zonder muziek kan ik al helemaal niet. Kijk, en hier zit iemand die ook wel vindt dat er voor hem even gedankt kan worden of voor gebeden. Kijk, je kan bidden voor deze leukert en voor, waarvoor eigenlijk nog meer? En dan zijn we in de badkamer. En dan denk je misschien wel, ja,
Waar is dat nou weer goed voor? Dat je in de badkamer staat. Waar moet je daar ook weer dankbaar voor zijn? Nou, ik heb hier mijn handje opgehangen. Maar degene waar ik best dankbaar voor mag zijn, dat ik, nou, mag leven. En dat ik de opdracht van God mag vertellen. Dankbaar dat God mij neemt zoals ik ben, met al mijn plussen en al mijn minnen. Ik vind dat best een moeilijke, maar ik dacht, ik plak hem wel op de spiegel. Dat als ik 's avonds mijn tanden poets, of als ik 's ochtends hier me was, dat ik denk, oh ja, ik mag dankbaar zijn dat ik een kind van God ben. Dit is onze voorraadkast en eigenlijk is dit ook een plek waar je heel dankbaar voor kan zijn en dat je wel kan bidden. Dat het fijn is dat je zoveel spullen hebt waar je sterk van kan worden om te eten. Of misschien wel als je iets gezelligs hebt om even een bakje chips te eten. Of misschien soms wel een lekker stukje chocola, wat ik heel lekker vind. Kijk maar eens. Oeh, genoeg om voor te danken, toch? Bidden helpt mij echt in mijn leven. En wat mij ook heel erg helpt, is om te lezen uit Gods woord. 'S Ochtends als ik bid, lees ik ook een stukje uit de Bijbel. En ook daarvan mag ik weten dat ik dankbaar mag zijn dat ik het woord van God heb gekregen, voor als ik het even niet meer weet, of gewoon in de mooie verhalen te lezen die daarin staan. En zo'n boekje, zo'n dagboekje wat er ook bij ligt, dat helpt mij altijd heel erg. En waar we nu zijn, misschien raad je het al, dit is mijn kussen. Ja. En ik ben echt blij dat ik na een lange dag rustig op mijn kussen kan neerploppen. En lekker kan slapen om me weer op te laten laden voor de nieuwe dag. Nou trouwe fans, we zijn nu aan het einde gekomen van de video van deze gebedstour. Misschien ga jij hem ook wel maken in je huis. En als laatste wilde ik eigenlijk ook nog ergens anders 2 gevouwen handjes op plakken. En dat is eigenlijk op jou. Want ik wil ook nog bidden voor jou. Met alle dingen die in je hoofd zitten. En met de dingen die momenteel aan de hand zijn. En ook bidden dat wij als gemeente weer gauw elkaar kunnen treffen. En dat ik jullie in ieder geval weer in het echt kan zien. Doeg! Uitdaging! Ja. En deze keer is de uitdaging heeft te maken, natuurlijk, weer met het spoor van liefde. Misschien heb je het buiten ook al een beetje gezien. Daar is ook een spoor van liefde, van leven te zien. Heb je het al gezien? In de tuinen, van die kleine witte bloemetjes die naar boven komen, van die sneeuwklokjes, of van die gele, van die narcissen. Eigenlijk is dat ook een spoor van Gods liefde. God laat het weer levend worden allemaal. Het lijkt dood. Kijk, ik heb hier ook zo'n bakje. Die bolletjes, die zitten daar diep in de grond. En die lijken dood. Maar nu het weer wat warmer gaat worden, zie je dat het toch leeft. Het doet een beetje denken aan Jezus dood en opstanding. En dan had ik bedacht voor de uitdaging. Kun je zo'n klein bakje met van die bolletjes, kun je kopen. En die zijn niet zo duur. En die kun je dan geven aan iemand van je kring. En die kun je dan naast het hart zetten. Bij je raam. Die kun je dan neerzetten naast het spoor van liefde. Van de belofte van God. Dat alles goed komt. Dat er nieuw leven is. Dat mag je doorgeven aan iemand van je kring. Je kunt hem natuurlijk ook zelf houden. Of zoals ik heb gedaan. Ik heb er gewoon 2 gekocht. Eentje voor mezelf en eentje voor een kringlid die ik dan ga brengen. En op de site staan nog veel meer ideeën die je kunt doen als uitdaging. Ook goed natuurlijk. En als je denkt, ja, ik wil niet bolletjes kopen, maar ik wil een mooie tekening maken van de lente. En die wil ik geven aan iemand van de kring. Ook prima. Of je zegt, ja, ik wil niet geven aan iemand van de kring, maar iemand die hier in de buurt woont. Een opa, een oude opa of een oude oma. Of gewoon iemand die wel een tekening kan gebruiken. Allemaal prima. Als je maar een spoor van liefde achterlaat. En dat kan op verschillende manieren.
iets voor iemand doen, maar ook dus misschien leuk wat bolletjes brengen bij iemand. Ik wens jullie weer alle goeds toe voor deze week. En ik zie je!